gaat worden, want de beerput blijkt sinds gisteren nog iets dieper dan gedacht. Vooral als het gaat over uit huis geplaatste kinderen van ouders die slachtoffer zijn geworden van dat schandaal. Dat zal een prominente rol spelen in het debat. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het meer kinderen zijn dan eerder was gemeld. Hadden we het getal 1015 doorgekregen. Nee, 1115. En nu blijkt het er 1675 te zijn. Opeens 500 meer dus. Nou, dat is natuurlijk schokkend. Het kabinet is al een keer gevallen over dat hele toeslagenschandaal. We praten er nog steeds over. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Carline, hoe kan dit toch een dossier zijn waar steeds nieuwe lijken uit de kast vallen en waar het zo aan alle kanten fout is gegaan en slecht gerepareerd is en we hier zo lang over spreken en nog steeds over spreken en het nog niet klaar lijkt te zijn? Ja, ik denk dat dat heel tekenend is voor het hele politieke eromheen. Hè? Dat zodra het enorm politiek wordt, dat het vertraagt. Dat we in eerste instantie zeggen, nou, we gooien er een hoop geld tegenaan. Maar de schade is natuurlijk veel groter dan financieel uit te drukken is. Het gaat om, die gedupeerden hebben in totaal ruim 60.000 kinderen die allemaal zijn opgegroeid in een dergelijke situatie waarvan er zoveel kinderen uit huis zijn geplaatst. Plus dat het aantal waarschijnlijk nog hoger is, omdat het statistiekbureau aangeeft dat ze geen zicht hebben op kinderen die zonder een rechterlijke uitspraak uit huis geplaatst zijn. Laat even doordringen. Zonder rechtelijke huis. Überhaupt dat al. Zo uit huis geplaatst zijn. Nou ja, en van deze kinderen woont ook een heel groot deel nog steeds niet thuis. Dus inderdaad, hoe kan het zo zijn dat we blijven praten dat er weinig verandert? Ik denk omdat het dusdanig grootschalig complex is, zoveel invloed op mensenlevens. Hoe kan je dit ooit compenseren? Ja. Quincy, zie jij daar kwade opzet? Of is dit heeft niemand hier gedacht van zo, nu gaan we eens eventjes mensen kapot maken? En is het gewoon een soort massale fuck-up? Ik denk het tweede, ja. Ik denk echt dat het gewoon één grote onvoorziene fout is geweest die ze echt moeilijk goed kunnen maken. En natuurlijk, ja, de definitie van politiek is letterlijk ook dit een beetje verdoezelen. Want ook met de verkiezingen zag je ook dat het een beetje werd geparkeerd, waardoor het nog langer duurt en we nog steeds er ook over praten. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook niet echt. Dus ik ben echt benieuwd wat dat debat gaat opbrengen allemaal. Ja, ik denk zelf dat het wel ook gedeeltelijk opzettelijk is geweest. Omdat er waren signalen van misbruik, maar daardoor is er op specifieke groepen gezocht. Het is gewoon enorm gediscrimineerd in de controle. En daarmee kan je toch zeggen dat het gedeeltelijk opzettelijk is en dat er niet is nagedacht over, als we de ouders dit aandoen, wat doen we dan met een hele generatie aan kinderen die bij hen opgroeien. Ja, want het waren ook natuurlijk die algoritmes bij de Belastingdienst die daarvoor zorgden. Om dan te zeggen dat de mensen daarachter daar met opzet voor zorgden, weet ik niet zo goed. Nee, ik bedoel het publiek. Nee, niet per se de mensen bij de Belastingdienst die voerden hun werk uit. Ja, okay. Maar het politieke klimaat was gewoon dat we daar met toen achter zijn gaan staan. En dat we dat blijkbaar gegrond vonden. Nou ja, en je ziet nu wat dat teweeg heeft gebracht. Ja, deze week hoorden we al dat ouders het vertrouwen in de overheid volledig kwijt zijn door het maar niet terugbetalen van het geld dat de Belastingdienst ten onrechte weer terugvorderde. Maar nu blijkt dus ook dat sinds gisteren dat nog meer kinderen de dupe zijn geworden. Ook fors meer kinderen. Hoe moet dit? Het is geen geldkwestie. Je zegt het gaat om geld. Of is het wel een geldkwestie? Waar loopt dit nou mank? Het is ook een geldkwestie. Kijk, ik denk dat geld pas belangrijk wordt als je het niet hebt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk in deze situatie gebeurd. Maar ik denk tegelijkertijd dat zowel de ouders als de kinderen psychologisch hier enorme schade van hebben en daarin geholpen moeten worden. Als we dan naar het zorgsysteem kijken waar überhaupt geen ruimte is, ben ik wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Dus ik denk dat ze los moeten van alleen maar het gesprek over geld en ook echt toe moeten naar hoe gaan we zorgen dat deze mensen weer een eerlijke kans op een gelukkig leven krijgen. Luister maar naar Chris van Dam, de voorzitter van de commissie die dit toen dus tijd onderzocht. Die zei bij de toelichting op zijn rapport, Ongekend Onrecht, zei die dit. Als je in de knel zit, als je in de problemen komt, dat je beschermd wordt. En dat is eigenlijk in essentie wat hier niet gelukt is. En in zoverre is dit niet alleen onrecht voor deze ouders, maar eigenlijk onrecht voor iedere Nederlander. Ja, de staat heeft dus gefaald. Niet alleen voor die mensen, maar eigenlijk tegenover iedereen. Voel jij dat ook zo? Het is natuurlijk ook wel makkelijk. Hij noemt helemaal niet het discriminerende aspect. Hè. Dus we gaan het nu enorm hebben over, hè, we moeten mensen helpen als het misgaat. Maar we hebben gewoon enorm lopen discrimineren daar. Dus het is ook een beetje aandacht afleiden. Als je geselecteerd op zaken waar je niet op mag selecteren. Precies. Ja, precies. Maar Quinn, heb jij het idee dat inderdaad
ja, ons allemaal iets is aangedaan. Want als jij geen ouder bent en geen kinderen hebt en geen toeslagen ontvangt, ja, dan heb je er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Behalve dat het heel je ziet het gebeuren. Heb jij het idee dat het een soort dat ons collectief iets aangedaan is? Of is dit toch eigenlijk beperkt tot de groep mensen waar dit om gaat? Ik denk gewoon dat dit hele gebeuren wel heeft gezorgd voor gewoon schade voor iedereen. Omdat natuurlijk ook wat jij al zei met dat politieke klimaat waar we allemaal in hangen, daar heeft natuurlijk iedereen mee te maken. En ik denk ook hoe de manier ermee om wordt gegaan, dat veel beter had gekund en dat daar ook van geleerd kan worden. Dus ik ben ook ontzettend benieuwd naar de toekomst daarin. En dat is gewoon, politiek raakt iedereen. Ja. Oké. We gaan eens zien hoe het loopt. Heb je de hoge verwachtingen van het debat, Caroline? Nee, niet van het debat aan zich. Nee. Klinkt niet echt alsof je uitziet naar een moment dat het beter gaat met dit dossier. Althans, je ziet er wel naar uit, maar die je geen hoop hebt daarin. Ik denk dus inderdaad dat jeugdzorgaspect zo super belangrijk is. En dat is tot nu toe gewoon veel te weinig. Jeugdzorg, überhaupt de welzijn, psychologische hulp. En ik denk dat tot nu toe amper ter sprake is gekomen. Ik verwacht niet dat nu ineens op de agenda staat. Ja, ik vraag me soms wel af, misschien gaat dat veel verder. Maar misschien klinkt dat ook wel een beetje filosofisch. Maar er zijn ook mensen die willen bijvoorbeeld, die pleiten echt dat ze bijvoorbeeld allemaal aftreden. Dat er gewoon die hele kliek wordt ververst eigenlijk. Maar ik vraag me dan wel dat af, iedereen heeft zo zijn gebreken. Dus ik stel, je zou iedereen vervangen, dat je dan weer ergens anders allemaal weer nieuwe problemen krijgt. Dus dat zou ik ook echt niet als optie zien dan. Denk je dat ook, Caroline, dat geen zin heeft? Het kabinet is erover afgetreden, is toen heel lang blijven zitten nog. Ja. Is toen teruggekomen in eigenlijk dezelfde formatie met ook heel veel van dezelfde koppen erbij. Had het zin gehad, in ieder geval voor het plaatje en misschien ook wel voor frisse blikken als daar wat mensen absoluut toch waren opgezouten? Absoluut, je moet gewoon gedeeld vervangen. En daarom, ik ben zelf actief bij D66, vind ik het heel goed dat zij dat wel hebben gedaan. Kijk, als iedereen dat had gedaan, had daar ook echt een andere groep gezeten. Meer mensen uit het veld, experts op vlakken en kun je een nieuwe cultuur zetten. Als je met 6 mensen nieuw bent, of wat, sowieso, 4 mensen nieuw bent in zo'n context, dan kan je toch wel afvragen van, kun je dan een nieuwe cultuur neerzetten of stap je in op het oude? Goed, maar denk je dan niet dat je dan soms, stel je gaat vernieuwen, ook bijvoorbeeld met Sigrid Kraag, die echt stond voor nieuw leiderschap, dat je dan toch weer dat oude krijgt, dat ook hoe vernieuwend je wil zijn, dat het toch misschien onverhoopt niet gaat lukken? Ja, dus dat zit me in, hoeveel mensen zijn er nu? Als het 4 of 15 zijn, lijkt me lastig, maar als de helft het is bijvoorbeeld, want ik denk absoluut dat je ook ervaring moet houden, omdat het is natuurlijk niet voor niks, die mensen zitten daar met de reden. Maar als je de helft vervangt, dan kan je natuurlijk wel echt iets nieuws gaan neerzetten met elkaar.